Stichting Amaron Kompas wil ook betrokken worden bij het proces dat de overheid inzet voor het slavernijverleden. Voorzitter Leo Brunswijk zei tijdens een vandaag gehouden persconferentie dat er een overheidscommissie in het leven is geroepen die zich buigt over het slavernijverleden. Echter is de Maron daarbij niet betrokken. Daarom wil de stichting met de regering praten om haar voor te leggen dat de Maron zich achtergelaten en in de steek gelaten voelt. Want ze zijn geen deelgenoot van de presidentiële commissie en Ubuwan Guatafranga Dimbaka, zodat de Luku-A-commissie dat Buskondre Kiswang waardig presie in a commissie, zodat Astinfu Buskondre ook toe de vierde naar a presipede moest arken. Teluku den Maron Bradafunu, lekva Urs Donja, dat in a geschiedenis, dat je leert dat a vrijheid is ingezet door de Marons. Na de Maron, na een groep die begin na een verzet tegen de Blanken. En de verzet, de pleeg een verzet zo dusdanig dat de smassa de man bij Tjakonja, lek vee, handelswaar, contra een gelijkwaardige partner, want even een gelijkwaardige partner, dat in August dwang in het tafra futaki. Vanuit dit oogpunt bekeken begrijpt de voorzitter van de stichting niet dat de Maron niet is vertegenwoordigd in geen van de commissies die zich buigen over het slavernijverleden. Brunswijk geeft aan dat Amaron Kompas met een ieder zal samenwerken, zodat in het proces van excuses en herstel een groter doel wordt bereikt. Johan Rooser, voorzitter van het Nationaal Comité Herdenking Slavernijverleden, die een samenwerking aangaat met Amaron Kompas, ondertekent dat de stem van de Maron niet in voldoende mate is gehoord. We moeten met een bocht nu en voor zorgen dat Nanga een initiatief zou tekenen voor Europa samen. Dat een zichtbaarheid voor de Maron gemeenschappen, dat het toch wel beter wordt. En UNO voor ons, het Nationaal Comité, onderschrijft Santak Jaso. En we willen er ook voor zorgen dat Maron Kompas op de juiste manier zal worden geïnformeerd. En we zullen dus met elkaar afstemmen hoe dat zal gebeuren. Maar we geven in ieder geval de SMA verzekering dat hij een bestuur voor Maron Kompas, dat is informatie aan een nationaal comité, maar ook toe we proberen voor Sreka Wansani dat in na contact zijn de naar Nederland, dat we direct contact ontstaan voor informatie uitwisselen. Brunswijk heeft aangegeven dat de stichting Amaron Kompas in de komende periode bezoeken zal brengen aan het binnenland om het volk aldaar te informeren over de excuses die de Nederlandse premier Mark Rutte op 19 december heeft aangeboden.